Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Op veel plaatsen is het wisselend bewolkt boven het land en lokaal komt ook mist voor. Dat is lastig te zien op de satellietfoto, maar in de vroege ochtend kan het zicht op sommige plekken toch erg slecht zijn. Daarnaast kan een lokaal spat regen vallen, maar koud is het niet met 10 tot 12 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar zijn zelfs maximum temperaturen van een graad of 12. Dus daar zitten we vanmiddag ruim boven. 16 tot 18 graden op de thermometers. Later in de middag, vooral in het Midden- en Oosten, ook weer opnieuw enkele buien. Daarbij kan het lokaal onweren, kan het hagelen en kan er ook veel neerslag in korte tijd vallen. Vanavond trekken de buien dan weg, blijft het lang mild met 14 of 15 graden. En dat blijft het ook morgen, want morgen komt er zelfs wat bij bij de temperatuur. Het wordt dan 18 tot lokaal 21 graden in de middag. Later in de middag vooral in het oosten en noordoosten opnieuw kans op enkele buien. Daarbij kan het opnieuw onweren, kan er wat hagel bij zitten en opnieuw zoveel neerslag in korte tijd mogelijk. Ook vrijdag buien, dan ligt de nadruk op de noordelijke helft van het land, in het zuiden middags slechts een enkele bui, tijdelijk iets minder zacht met 13 tot 17 graden. In het weekend wordt het weer vaker droog met op zaterdag 18 graden en op zondag weer 20ers. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.